Goedemorgen, lieve schatjes van patatjes. We gaan eens kijken welke dag het vandaag is. Vandaag heeft Chuck op zijn trui een dinosaurus staan. Dus vandaag is het, ja, goed, dinsdag. Dino, dinsdag. Vandaag zijn we dinsdag. En vandaag, ik vind het zelf spannend, gaan we iets super cool maken. Wat gaan we maken? Een sensory bottle. Wat is dat nu? Wel, we gaan het samen met mij kijken. Wat heb je ervoor nodig? Dat is ofwel een plastic fles of een drinkbus. Maar zorg ervoor, kijk, dat je er door kunt kijken. Dat hij geen kleurtje heeft. Wat heb je nog nodig? Dat is een beetje olie. Vraag zeker aan mama en papa om je bij deze activiteit te helpen. Want het is toch soms een beetje geknubbel. Is een beetje olie. Of als je thuis gelatine hebt, kan je gelatine ook gebruiken. Je mag er een beetje kleurstof in doen. Ik heb nu enkel nog maar een klein beetje geel en blauwe kleurstof. Of je kan het ook proberen met verf. Ik denk dat het met verf, als je verf en water mengelt, zal dat zeker ook lukken. Ik heb nog allerlei flittertjes. Oei. Ik heb nog pareltjes om erin te doen. Je mag kiezen wat je erin stuurt. Ik heb nog een hele zakje vol diamantjes. Belletjes. Je kan kiezen wat je erin doet, zolang het via de top naar beneden kan. Bijvoorbeeld, denk maar aan kleine Lego-blokjes. Of misschien een klein mannetje dat je hebt. Kan je er allemaal in. Oké, we gaan eraan beginnen. Wat heb je nodig? Dat is 1. Jouw fles. Die mag je vullen. Mag je een beetje vullen en je moet zien dat er nog een beetje plaats over is. Oké, okay. Ik ga heel voorzichtig mijn fles doen, dat ik niet smosser. Oké, okay, dan kunnen jullie mee volgen zo. Doe mijn fles open. Ik ga er als eerste een beetje kleurstof bij doen. Ik ga kiezen voor blauw. Blauwe kleurstof. Pas op, doe er niet te veel in op het begin, maar een paar druppels. Zakt helemaal. 1 druppeltje doen. Voilà. En dan ga ik een beetje schudden met je fles. Pas op, zorg ervoor pom, 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 dat je fles heel goed toe is. Kijk, die van mij wil dan niet meer toe. Ai, ai, ai. Die fles toch. Aha. Ik heb hem. De bandiet. Oké. Okay. Huh. Oh. Ik hoorde een smurf. Voor blauw. Oké, okay. Ik ga een beetje mengen. Oeh. Oh, kijk. Mijn water is helemaal blauw geworden. Oké, okay. De volgende stap. Wat ga ik er nog bij doen? Ik doe hem terug boven. Open. En dan kan ik erin doen wat ik wil. Ik ga er misschien een paar blauwe glitters ook bij doen. Oei, andere kant. Oei. Mijn glitter is nog toe. Kijk. Draaien, draaien. Kijk. Hij was nog toe. Pap, pap. Ik weet het. Zo. Kijk. Als ik mijn top eraf haal. Kijk. Oh, allemaal glittertjes. Oké. Ga ze er zo in doen. Zo. Kijk, ze blijven allemaal drijven. Maar dat is niks, want ik ga het straks mengelen. Ik ga er misschien nog een paar in doen. Hè. Hoe meer, hoe beter. Hoe leuker het gaat zijn. Welke kleur zou ik er nog bij doen? Misschien iets dikker. Hè? Ik ga het eens proberen. Oei, die doos was wel een loper. Je ziet, je zit vol met glitters. Hop, hop, hop. Oeh. Zo, en misschien nog een beetje donkerblauw. Zo. Die was ook al open. Zo, dan ga ik mengelen en mengelen en mengelen. Oké, zijn jullie klaar? Ik moet goed mijn top vasthouden. Oh, zien jullie het bij jullie ook?
onze bus zit nu het water, de kleurstof en nu glitters. Oké, nu gaan we naar het volgende. Oeps. Wat ga ik er nog bij doen? Misschien kan ik er wel een paar diamantjes in doen. Jij mag terug, je oude bandiet. Zo. Ik ga er een paar diamantjes in doen. Diamantjes. En hops. Hopsakee. En zo ga ik er niet bij doen, denk ik. Ik ga misschien nog een paar belletjes erin doen. Ik denk dat dat ook wel super cool moet zijn om er een paar belletjes bij te doen. Oké. Ze gaan wel geen geluid maken in de fles. Oh, daar staat wat ik ze erin voor. Super. We kunnen er zoveel in doen als we maar willen. Door onze fles. Oh. Als je er alles hebt ingegooid, wat je maar wil, dan gaan we verder met de olie. Hoe meer olie of gelatine, als mama of papa dat thuis hebben, hoe meer olie of gelatine je erin doet, hoe trager het gaat bewegen. Oké. Spannend. Ook een beetje bij doen. Loek, 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 loek. Kijk, er komen bulletjes, zie je niet? Oké. Oh, kijk, de olie blijft van boven staan. Die banduut ook. Maar dat kan geen kwaad, want we gaan mengelen. Eerst zien dat de fles weer goed toe is. Oké. Zijn jullie klaar? Wat cool, hè? Oeh. Oh, kijk, cool. Oké. En dit kunnen jullie zelf thuis ook maken. Ik wens jullie alvast heel veel plezier met onze sensorybotten. En je vliezen Loren toont ook hoe je dit kan maken, maar in een klein zakje. Veel plezier!